En de actie die we hier vandaag hebben gehouden, was georganiseerd door de European Mail Board. Deze actie is in meerdere landen. Ik geef het woord nu eerst aan Sita. Dankjewel. Inderdaad, het is vandaag een Europese actiedag die in meerdere Europese landen, aangesloten bij de EMB, wordt gevoerd. Woensdag zal er opnieuw een actie zijn in Brussel om nog één keer de aandacht van de landbouwministers te vragen. Ook een actie met een ludiek karakter, ook een vrij unieke actie. En ik nodig u daar ook van harte bij uit. Informatie kunt u vinden op onze site. In België is momenteel een persconferentie aan de gang voor het ministerie van Landbouw. In Denemarken heeft men een persverklaring uitgegeven. In Duitsland is er een grote bijeenkomst van boeren met trekkers voor het agrarische museum. Ach, ministerie. Dus wel bij een museum. In Kiel en één in Berlijn. Dus we hebben daar twee grote bijeenkomsten van boeren. In Frankrijk zijn heel veel fabrieken momenteel geblokkeerd. Daar wordt heftig actie gevoerd voor een betere melkprijs. In Italië is ook een persconferentie en in 5 steden wordt actie gevoerd waarbij gratis melk wordt uitgedeeld aan de consumenten. Bovendien presenteert men daar het eerste product van de Faire Melk. In Luxemburg heeft men momenteel een gesprek met de landbouwminister in het ministerie. In Oostenrijk heeft men andere acties die men op een later tijdstip zal doen. In Spanje heeft men een grote sms-actie georganiseerd om de politici te bombarderen met sms'en. In Schotland is ook een actie georganiseerd gericht op de consumenten, waarbij gratis melk wordt uitgedeeld. En ook de Veronica wordt voorgesteld aan de Schotse mensen. En in Zweden heeft men een gesprek met de landbouwminister, omdat vooral de situatie voor de Zweedse melkveehouders momenteel heel erg treurig is. Daar houdt men echt massaal op inmiddels met deze slechte melkprijs. Dus de Europese actie wordt momenteel op heel veel plekken in Europa gevoerd.